Jonas Thijs. Ik ben leerkracht en illustrator. Momenteel loopt hier de tentoonstelling Vreed Schoon over het gelijknamige boek van Marita de Sterk, auteur en antropologe, met illustraties van mij. Het boek bevat 75 volksverhalen, rauwe, ongecensureerde sprookjes uit 40 verschillende cultuurgroepen die momenteel in België en in Nederland te vinden zijn. Er zijn verhalen van uit Italië of uit andere landen die bijna hetzelfde zijn. We zijn expres op zoek gegaan naar ongecensureerde versies, dus echt naar de oervormen van die sprookjes. In Vreed Schoon, in het boek, vind je geen Disney-sprookjes met allemaal een happy ending. Je vindt geen tuttebellige prinsessen, maar het zijn zelfstandige vrouwen. Het zijn ruwe verhalen, soms met veel geweld, doodslag, seks. Soms gewoon heel komisch. Het is nu al de derde keer dat ik met de auteur samenwerk. Als techniek voor de illustraties heb ik gekozen voor linoleumsneden, omdat het ambachtelijke, oude en ruwe van die puur zwart-witte stijl voor mij perfect aansluit bij het ruwe van die verhalen. De uitdaging bij linoleumsneden voor mij is om met een vrij beperkt medium, en zeker beperkt qua kleur, ik werk puur zwart-wit, om toch een scène leven te geven en sfeer te scheppen met het weinige dat je eigenlijk voorhanden hebt. Ontdek volkssprookjes uit meer dan 30 culturen in de expo Vreed Schoon in Bibliotheek Permeke. Het werk van Marita de Sterk en Jonas Thijs is er nog te bewonderen tot 14 mei. Meer info vindt u op permeke.org.